Ja, vandaag is het eindelijk weer zover. F1 My Team. We gaan vandaag 3 races racen en we gaan even kijken hoe dat er afloopt. Dan beginnen we in België, in Spa. En dat circuit is niet helemaal mijn ding. Want uiteindelijk, wanneer ik nog echt mijn best doe, dan word ik 21ste. Nou, dat is niet echt waar ik vrolijk van word ofzo. Waar ik wel vrolijk van word, is de start van een sprintrace. Want we gaan na bocht 1 zitten we al 14e. Echt een heerlijke start dit. We gaan nog wel een paar inhalen. Eerst doen we Albon op het rechte stuk. En dan de ronde later, in bocht 1, halen we gelijk ook Bottas in. En daarna nog Ocon. En nu zijn we opeens op P11. Maar dan, op het rechte stuk, Ocon denkt, ja, ik ga niemand voorbij laten die sneller is dan ik, hè, want die ook bij Max. En dan crashte hij mij gewoon lekker. En daardoor ben ik helemaal laatste. Moet ik in de pit vleugel vervangen. En ja, ik word uiteindelijk laatste in de sprintrace. Wat een einde. Gaan we nu maar gewoon naar de echte race. En de start gaat weer geweldig. We zijn P17 al naar bocht 1. Het wordt flink vecht deze race. En die gevechten die zie je al meteen. Ik probeer aan de buitenkant, probeer ik Hulkenberg voorbij te gaan. Maar hij zit op de softs en kon dus hem niet voorbij. Of toch wel, want we pakken de volgende bocht en we zijn opeens P16. Dan gaan we naar ronde 2, bocht 1. En dan pakken we gelijk ook Albon. Dit is echt heerlijk. Dan doe ik een gok of dat ik aan de buitenkant van de chicane Stroll kan inhalen. En dat lukt. Wat een magische actie was dit. Dan ben je opeens op P14. En dan gaan we voor P13 met ons teamgenoot vechten. We halen hem eerst makkelijk in, daarna haalt hij ons weer in, daarna halen wij hem weer in. En dan is opeens dat we moeten gaan pitten. We gaan er als P8, P9 erin en we komen als P14 eruit. Dat is eigenlijk gewoon een goede pitstop geweest. En in onze outlap gaan we gelijk Magnussen aanvallen. Die halen we in, daarna haalt hij ons weer in en daarna gaan wij hem weer inhalen in ronde 8. We zijn dus nu voor punten aan het vechten. En we begonnen vanaf plek 22. Maar voor dat puntje moeten we toch nog even goed vechten met Stroll en dan weer met Magnussen en dan weer met Stroll. Dan halen we Stroll weer in en dan weer Magnussen. Het is echt een heel erg strijd, maar uiteindelijk komen we over de finish en worden we 10e. We hebben een punt pakken terwijl we laatste begonnen. Wat een race als dit zeg. En dan nu is het Grand Prix van Zandvoort aan de beurt. En ook daar gaat de kwalificatie niet lekker, want we worden uiteindelijk 18e. Dat is niet echt waar je vrolijk van wordt. De start die is best wel oké. We gaan gelijk van P18 naar P16 toe met een klein beetje gevecht nog. En dan gaan we uiteindelijk door zelfs naar P15, omdat we Stroll op een best wel goede manier inhalen. Dan worden we nog een keer ingehaald door Piastri, maar die halen we dan gelijk daarna weer in. En zetten we gelijk achter ons teamgenoot Jacques Villeneuve. En dan in ronde 5 maakt Jacques Villeneuve opeens een fout door we heel makkelijk voorbij kunnen, zitten wij opeens op plek 14. Gaan we naar plek 13 toe, omdat Gasly gewoon uitvalt. En dan zitten we ook gelijk achter Hulkenberg en Bottas. En Ocon die heet dat vechten zijn met elkaar. Door die gevechten haal ik ook gelijk Bottas in en gaan we als plek 12 de pits in. En we gaan als plek 17 er weer uit. Maar omdat ik veel goede laps achter elkaar rijd op die softs en de rest van voor me heet aan het vechten is, komen ze uiteindelijk gaan ze pitten en rijden wij hun voorrunnen, zijn we opeens in P10. Wel is het nog rondelang vechten met die 3 en uiteindelijk worden we dan alsnog 10e in de race. Wat een race was dit weer, zeg. Weer punten. En die punten hebben we hard nodig. En dat is heerlijk, want dan gaan we door naar de laatste race van deze aflevering. Italië. En in Italië ging de kwalificatie een beetje moeilijk. Want alles was opeens in de regen. En we moesten opeens gaan in de regen gaan kwalificeren. Dat was echt een ramp. En we zijn uiteindelijk dus 20ste geworden. Nou, de race mag wel beter gaan. Starten we van P20 en dan gaan de lichten uit. En we zijn echt geweldig weg. We gaan door naar de eerste chicane en we komen dan gelijk als 13e de chicane uit. En precies een ronde later in dezelfde chicane remmen we heel hard lekker en laat. En we komen achter Gasly en Magnussen terecht en Piastri. En die zijn aan het vechten, dus we komen gelijk mooi Gasly en Magnussen voorbij. En op het laatste op dat rechte stuk zitten we opeens Piastri remmen uit. En op het einde zitten we opeens op P10. Piastri probeert alleen nog even super agressief ons in te halen weer. Maar we verdedigen goed en we houden de positie. Dan gaan we weer rond 3 het rechte stuk op en naar de eerste chicane. En we halen al gelijk Alonso ook in. Dan gaan we die chicane uit en dan uitaccelereren we Verstappen en Ocon. En zijn we opeens op plek 7 en zitten we te vechten met Stroll en Leclerc. Dan bij de volgende bocht halen we Stroll en Leclerc in. Maar er was een probleempje met mijn rempedaal, want die rende gewoon letterlijk niet. En ik schoot door, maar ja, de game vond het goed, dus ik ook. En ik reed door. Alleen Leclerc kan ons wel bijhalen en die gaat ons vaak aanvallen. En Stroll, die schiet gewoon helemaal weg, dus die is hier niet meer. Maar Leclerc, die blijft lastig. Want die haalt ons in en die rijdt ons weg. En hetzelfde doet Ocon, die is ook opeens weg. En dan worden we ook nog eens aangevallen door Verstappen. Dan zijn we opeens al onze posities weer kwijt. En de chicane haalt gelijk Verstappen weer in, maar hij is zoveel sneller. Dat is echt lastig om die achter ons te houden. En dan haalt hij ons uiteindelijk ook in. Dan gaan we gelijk met hem ook de pits in. En we komen weer voor Verstappen de pits uit. Alleen die haalt ons gelijk in zijn outlap alweer in. Dus dat heeft helemaal geen zin gehad. Of toch wel, want hij crasht een of andere manier. Er komt een safety car door we dus en het gaf helemaal kwijt zijn. En we zijn Verstappen voorbij. Dan is opeens alles weer mogelijk. Want de safety car is voorbij en we hebben een geweldige herstart. En we halen gelijk Ocon en Leclerc in op P5. En als we dat hebben gedaan, meteen weer een nieuwe safety car. Dus we hebben gelijk P5 gewoon helemaal veilig gesteld. En bij de tweede herstart gaan we zelfs na een tijdje Sainz voorbij. Alleen die kunnen we achter ons houden. Alleen zijn teamgenoot Leclerc haalt uiteindelijk weer ons in. En we zakken weer door terug naar P5. En daardoor zijn we wel 5e geworden in Italië. Wat een resultaat. En dit was dan de video. Hopelijk vond je hem leuk. Like, subscribe als je het leuk vindt. En anders, ja, houdoe.